Halverwege de presentatie in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam gooiden actievoerders pamfletten van een balustrade. Vervolgens beklom een van de demonstranten het podium en drukte Duivendak een taart in het gezicht. Na een korte onderbreking werd toen de bijeenkomst weer hervat. De politie arresteerde 3 mannen die bij het incident waren betrokken. Politiek redacteur Bram Schilham was erbij in Amsterdam. Bram, is er al enig idee wie er verantwoordelijk is voor deze actie? Op de pamfletten die werden uitgestrooid stond de naam van de organisatie Voorpost. En dat is een Vlaams-Nederlandse extreemrechtse organisatie. Dat is eigenlijk het enige wat we op dit moment weten. Er werd rekening gehouden, denk ik, met een incident tijdens deze presentatie. Want er was erg veel politie op de been voor het gebouw van de bibliotheek, maar ook binnen. En toen het allemaal gebeurd was, nadat Duivendak de presentatie uiteindelijk had voltooid, toen sprak ik hem even en toen maakte hij toch wel een aangeslagen indruk. Heer Duivendak, wat vindt u van zo'n actie? Nou ja, absoluut ontoelaatbaar. Geweld tegen personen is verschrikkelijk. Gelukkig was het een taart. Is het niet iets wat u zelf ook gedaan zou hebben in uw vorige leven? Dit heb ik nooit gedaan. Ik heb me in de jaren 80 een hoop dingen gedaan waar ik spijt van heb. Die ik niet meer zou doen. Maar geweld tegen personen heb ik werkelijk nooit gedaan. Heb ik altijd afgekeurd. Dus mensen die zouden zeggen, naar aanleiding hiervan, dat is een koekje van eigen deeg. Daar heeft u geen oor voor. Nou, het was wel deeg. Smakeloos koekje. Heb ik echt geen oor voor. Geweld tegen personen.